Staatssecretaris Sharon Dijksma bezocht dinsdagochtend Friesland om te praten over de muizenschade. Ook bezocht ze het melkveebedrijf van Albert Schilstra in Vollega, waar de schade goed zichtbaar was. Dat is een heel treurig gezicht en ik begrijp ook heel goed dat de boer die ons hier zo gastvrij heeft ontvangen daar zelf ook heel treurig van wordt. Het is niet zo dat ik mogelijkheden heb om boeren individueel financieel te compenseren. Dat is 10 jaar geleden wel gebeurd, hè, toen er eenzelfde soort muizenplaag was. Toen heeft het faunafonds uitgekeerd. Wel onder de afspraak dat er een plan zou moeten komen om te voorkomen dat die schade weer ontstond. Dat plan is er niet en het faunafonds is niet meer in mijn beheer. Dat zit bij de provincie. Maar ik wil wel graag helpen om samen met de boeren en de provincie oplossingen te bieden. Onder andere naar vergelijking van de brede weersverzekering, een verzekering. Zodat boeren in de toekomst zich tegen dit soort vraatschade van muizen kunnen verzekeren. En daar wil ik ook financieel wel een bijdrage aan leveren. Is er ook al nagedacht over hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen? Nou, helaas is dat nog niet gebeurd. En dat was eigenlijk 10 jaar geleden wel de afspraak. Nou waren heel veel van ons daar niet bij. Dus ik heb nu maar vastgesteld dat we wel kunnen terugkijken en kunnen vaststellen dat had toen moeten gebeuren. Maar dat het misschien beter is dat we het nu gaan doen. En dat als ik daar een handje bij kan helpen, het er misschien echt komt dat plan. Dus dat gaan we doen.